Op donderdag 13 april vond in café Ons Jantje in Ommel de eerste ontmoetingsavond plaats van de Veteranenstichting Asten. Het doel van de Veteranenstichting Asten is het vergroten van de verbondenheid tussen alle generaties veteranen in de gemeente Asten. Tevens willen ze maatschappelijk betrokken zijn bij de thema's vrede en vrijheid. Marcelke van Grimbergen, vandaag de oprichtingsvergadering, of niet, van de Stichting Veteranen Asten. Ja. Vandaag gaat het gebeuren. Vandaag zijn wij naar de notaris geweest en zijn we formeel een echte stichting geworden. En is de akte getekend. En nou zijn we per vandaag, 13 april, een formele stichting. Ja, je zei, ik moest de notaris zeggen wat een veteraan was. Maar ik denk dat meer mensen niet weten wat een veteraan is. Nee, veel mensen hebben een beeld van een veteraan. Dan denken ze aan een oude Tweede Wereldoorlog veteranen. Of mensen die in Nederlands-Indië gediend hebben. Dat is bij de meeste mensen het beeld dat ze hebben van een veteraan. Maar ondertussen hebben we ook heel veel jonge veteranen in Nederland. En eigenlijk ook over de hele wereld. Want er worden ingezet in allerlei verschillende missies. Maar soms zijn er echt jonge twintigers al een veteraan. Maar ben je veteraan als je 2 weken werk bent? Of als je heel lang bent? Nee. Er is een speciale soort criterium uit mijn hoofd. Volgens mij moet je 30 dagen aaneengesloten in een missiegebied zijn geweest. Hoeft niet per se een oorlogsgebied te zijn. Want sommige mensen denken ook dat alle veteranen de hele dag lopen te schieten. Maar dat is ook niet per se zo. Ik was bijvoorbeeld in Kosovo op uitzending in 2000. Daar heb ik helemaal niet hoeven schieten. Dat was ik voor een opbouwmissie. Dus er zijn ook verschillende soorten missies. Het kan ook een vredesmissie zijn. En dan moet je daar volgens mij 30 dagen aan ingesloten zijn. Dan krijg je de status van veteraan. Ik ken India-gangers, ik ken Korea-gangers. Maar dan houd ik een beetje op. Kosovo zei, wat heb je al nog meer? Nou, Nieuw-Guinea is een grote missie geweest. Daar hebben veel Nederlanders gezeten. Ik geloof meer dan 6000. In afgelopen jaar, in 2022, was het 60 jaar geleden dat mensen naar Nieuw-Guinea zijn geweest. Korea was een grote inzet, maar ook veel mariniers zijn bijvoorbeeld op uitzending geweest naar Cambodja, Irak, Mali, Afghanistan, Libanon niet te vergeten. Nou, ik had zo uit mijn hoofd. Oh ja, natuurlijk in Bosnië, de Balkanoorlog. Afghanistan ook, ja. En je hebt die ook laatste zoon of laatste in de gemeente Asten? Ja, van alle die ik net genoemd heb, hebben wij veteranenroepje ook in onze gemeente. En volgens mij is zoon er ook wel. Want er zijn hier ook Nieuw-Guinea veteranen, Libanon veteranen, mensen die in Irak, Mali, Bosnië, Kosovo, Cambodja, noem het maar op, overal de wereld hebben gediend. Hoeveel zijn er hier veteranen? Nou, in Asten zijn 80 veteranen. De burgemeester die kan die gegevens opvragen bij het Nederlands Veteraneninstituut. Want het zijn natuurlijk vanwege de wet op de privacy kan je niet zomaar alle gegevens vinden. En daarom heeft de burgemeester destijds al die 80 mensen aangeschreven en uitgelegd dat er in Asten een stichting gaat komen. En daarvan, van die 80 mensen, zijn ook een aantal mensen, nou daar wil ik allemaal niks mee te doen hebben. Of ik ben daar te oud voor, of ik heb er geen zin in. Dat kan natuurlijk. Maar van die 80 zijn er ruim 35 bij ons bekend. En daarvan zijn er zeker 20 die we regelmatig zeker spreken. En daar ben je heel tevreden mee? Ik ben er heel blij mee, want ik vind ook vooral dat je het niet voor mij moet doen, maar voor jezelf en voor je collega's en voor je oude kameraden. En het grappige is dat mensen elkaar helemaal niet altijd per se kennen, maar omdat je veteraan bent, spreek je dezelfde taal. En leg ik net, ja, die verbondenheid, die kameraadschap die heel typerend is voor Defensie, die zie je ja, achter mij. Dat is echt heel leuk. Maar die mis je in Asten, want in Asten was dat mis. De veteranenvlag is in 2019 geïntroduceerd en ontworpen, aangeboden aan destijds minister Ank Bijleveld van Defensie. En sindsdien zijn er ook anjerperkjes gekomen. En 2019-2020 zijn er her en der in Nederland anjerperkjes gekomen. Maar vanwege de corona is er natuurlijk een beetje stil komen liggen. En nu zie je wel dat er weer meer activiteiten zijn rondom veteranen. Ja. Wat doen jullie dan? Of wat ben je van plan? Nou, we proberen om in ieder geval een luisterend oor te zijn voor de veteranen die op zoek zijn naar kameraadschap. Een van onze veteranen die zei, ja, ik ga dadelijk met FLO, met pensioen. En dan ga ik mijn collega's waarschijnlijk zo erg missen. Dan ga ik zeker ook bij jullie aankloppen bij de Veteranenstichting. Nou, dat is waar we natuurlijk ook voor zijn. We proberen laagdrempelig aanwezig te zijn. Want soms is het moeilijk als je een probleem ervaart. Overigens de meter
maar 5 actieve militairen in Assen zijn. Ik denk dat er wel meer militairen zijn, maar die zijn nog niet op missie geweest. Dus die hebben dan nog niet de status van veteraan. Die zijn trouwens wel welkom om hier als vriend van de Veteranenstichting aan te sluiten. Ja. En ik moet denken toen ik hier naartoe reed dat ik allemaal oud-Indiërs zou zien van oude mensen van boven de 90. De middelleeftijd is hier 40. Tussen de 40 en de 50 jaar, dat is de grootste groep veteranen in Nederland. Ja. Vandaag de start, de vrouw van de witte bloemen. Ja, de anjertjes. De anjertjes. Ja. Die zouden hier toch ergens in de pommel planten. Ja, zeker. Er is een werkgroep Park van Vrede. En daar is het oorspronkelijke plan ook om daar een anjertperkje in te richten. Dat zou heel mooi zijn om in dat Park van Vrede dat aan te laten sluiten. Omdat veel van de veteranen op die lasten wonen hebben inzet gedaan. Zijn om op die manier een stukje bij te dragen aan die vrede. Ja. En dat zou dus eigenlijk heel mooi passen om dan in dat perkje, hier in het Park van Vrede, een anjertperkje te hebben. Maar dat komt nog. Dat komt misschien nog wel, maar het heeft een beetje vertraging opgelopen om het perkje, om het Park van Vrede te realiseren. En ook omdat de burgemeester vorig jaar al de vraag heeft gekregen, waar is het anjertperkje in Assen? Hebben we gedacht om nu toch voortvarend aan de slag te gaan. En daarom is nu een anjertperkje gemaakt bij het kwartier. Midden in de samenleving. Eigenlijk ook een hele mooie plek om daar een anjertperkje te hebben. Maar dan mis ik heuze. Ja, de heuze moet ook nog. Ja, dus, het zou ook zomaar kunnen. Want deze burgemeester draagt de veteranen van Assen een heel warm hart toe. Misschien komen we straks wel 3 anjertperkjes. Dus eentje in Ommel, eentje in Assen bij het kwartier. En misschien ook nog eentje in Heusden. Wie zal het zijn? Boezovatja was mijn standplaats en daar waren wij chauffeur. Daar reden wij onder andere goederen, post vanuit Split naar de binnenlanden waar onze manschappen zaten, op verschillende dorpen. Daar leverden wij de post af, munitie. We hebben ook hulpconvooien gereden, onder andere naar Banja Luka met meel, om brood te maken, water en dat soort dingen. Ik ben in Assen terechtgekomen, dat is een mooi verhaal. Ik ben in 1993-1997 kreeg ik mijn nummertje als dienstplichtig soldaat. Ik was geen lievertje thuis en toen werd er gevraagd naar mijn opleiding wie wilt er naar Zeedorf. En ik stond vrij vooraan om in de rij naar Zeedorf te mogen. Daar aangekomen heb ik een leuke meid leren kennen, ook in Defensie. Korporaal Fransen destijds, Desiree Roepnaam. Daar heb ik 6 maanden achteraan gelopen. En uiteindelijk gaf ze toch toe.
En van daaruit zijn wij in Assen terechtgekomen. Of ik ben toen in Assen terechtgekomen. Zijn we getrouwd. In de tussentijd ben ik naar Bosnië uitgezonden geweest. Mocht ik nog een keer extra op verlof. En toen ik terugging wist ik ook dat ik vader werd. Dus ik heb ook nog een kind met de gedachte van mijn uitzending. Dus dat is wel een aparte situatie geweest destijds. Ik ben nu deels verkoop en magazijnbeheerder. Bij een firma iets heel anders. Ja. Ja. 12,5 jaar hiervoor op de baan gezeten. In de slangenwereld, industrieslangen, hydrauliekslangen. En nu elders werkzaam in Bakel. Nou ben je bij de Stichting Veteranen Assen. Is dat belangrijk voor je? Het is bij mij belangrijk geworden toen de burgemeester de oproep deed van we willen een veteranenstichting oprichten. En van daaruit ben ik ook bij Jan van Hoek terechtgekomen, de eerste opzet gehad. En meegegaan in de enthousiasme van Francesca, onze voorzitter. En met 6 man, 5 man, 1 vrouw, zijn wij dat samen gaan voegen en gaan kijken of het op levensvatbaarheid had, hè, in Assen. En dat blijkt toch wel. Ik zag net lang wat een barak op. Sinds vanmorgen heb ik het veteranenpak. Ik mis alleen mijn stropdas. Maar die hou ik voor de echte officiële gelegenheden. Maar inderdaad, met een beret, met je eigen embleem erop. En het is allemaal wat verser dan... Zijn er al veel mensen die je nooit gesproken hebt? Nieuwe mensen die je ontmoeten? Ja, het is voornamelijk veel nieuwe mensen, ja. Ik heb één collega ook vanuit Nunspeet, waar ik destijds beroep zat. Die ook uit Assen komt en 2 maanden later dan mij is toegevoegd in Bosnië. Die ken ik dan, ja. Dat is eigenlijk de enige. En de rest is allemaal wat je zo hebt geleerd. De komende tijd zou je dat veel mensen leren kennen. Ja, inderdaad, dat klopt. Ja, zoals jij het zegt, klopt het, ja. Burgemeester, als ik een veteraan denk, denken er heel oude mensen. Dus ja, dat zullen ze wel uitgelegd hebben. Want bij het moment dat je op uitzending bent geweest, en je ziet de gemiddelde leeftijd zit tussen de 40 en de 48 jaar. En dan zie je hierop. Waarom is er een Assen zo gelegen dat je hier zo'n stichting opgericht hebt? Waarom is dat zo belangrijk? Waarom dat belangrijk is, ik denk omdat die mensen ontzettend veel gedaan hebben, of nog steeds doen, voor onze vrijheid. En dat is een enorm. Dan zien we nu natuurlijk wel wat er in het afgelopen jaar is gebeurd. Dik bij ons, in Oekraïne. En ik denk dat het goed is dat we daar eens respect voor hebben. En je ziet ook dat de mensen daar behoefte aan hadden aan een stichting. Want de eerste keer dat wij de uitnodiging deden als gemeente, zaten we al met z'n 5 uur 's avonds bij elkaar.